Vakadreris, welkom terug bij een nieuwe video hier op Sias. Er is hier herres in dit gebouw. Ik sta momenteel in Forte La Chartreuse in Luik. Hey, kun je allemaal even zwijgen voor mijn video? Ik zie niks voor mij, maar ik weet niet of jullie het achter mij zien. Nee, oké. Ik sta hier vandaag in een verlaten fort, Fort La Chartreuse in België in Luik. En we zijn hier net binnengekomen en we zien al andere urbexers, ik denk Duitsers. Kijk waar ik sta, in Fort La Chartreuse, mensen. Welkom terug bij deze nieuwe video. Jasper is er ook natuurlijk erbij. Altijd aan het sturen, met zijn Insta-checkies. Nee, let's go! We kwamen hier voor een urbex-video te maken, maar hier is een dik feestje aan de gang boven, op de eerste etage. Dus we gaan eens kijken natuurlijk. Bonjour tout le monde! We gaan terug. Oké, wat is het plan nu? We zijn even verder weg van de rest van die andere mannen. Er kwamen ineens nog twee andere guys bij. Ik denk dat dat hier een dealspot is of zo. Ineens kwam er een auto aan. We dachten een combi, maar... Ineens zeggen ze, c'est n'est pas de police. Wat gaan we doen, mannen? We zijn nu iets geveld. Alle mannen. We staan hier weer bij een vies groot gebouw. Hier zijn iets van 5-6 gebouwen in heel dit fortgebied. Fuck cops, ja. Fucking foutjes. Fakabroboers. Een paar maanden geleden ben ik hier eens overdag geweest. Ik ben hier momenteel al iets van 5 keer geweest. Maar er is heel veel dichtgemaakt. Bijvoorbeeld dat wat ik net heb laten zien, dat is dichtgemaakt, die deur. Staat open, maar achter die deur is iets dichtgemaakt en dat krijgen we niet open. Dat is wel jammer, want dat is een soort ondergrondse bunker en ze laten mij alleen. Mannekes, laat me niet alleen, want ik vertrouw dat hier niet, joh. Heb respect voor mij, want ik ben mijn eigen aan het filmen terwijl ik niks voor me zie. Like alvast deze video, zou ik zeggen. Fakka bro, broers, ik kom. Abonneer op mijn kanaal voor meer van deze gekke shit. Nee, dit is niet het einde van de video. Ik ga natuurlijk verder met de video. We gaan nu een fort binnen. Let's go. We gaan hier nu een trapje op. En we komen het eerste fort binnen. Natuurlijk allemaal graffiti. Dat kennen wij natuurlijk van Fort La Chartreuse. Oei, joh. Het is geflipt, joh. Dat ziet hier wel allemaal heel mooi uit eigenlijk, hè. Oei. Heel mooi. Wat als we hier een feestje geven? Ik zeg het toch juist. Of komen overnachten? Kijk, hier al doen ze. Met een pintje in de hand. Hey, wat? What? What the fuck? Oh jong. Hey, maar... Er is wel iemand. Kijk, als ik mijn licht uit doe... Wacht even. Bonsoir. La police. Nous sommes de l'urbex. L'urbex de la, la sécurité de la Forte La Chartreuse. C'est quoi ici? Mettons l'op en la promibre la vaudèdre. Kijk, dat ligt daar. Kijk. Ja, we hebben kompanen. Nee, maar die achtervolgen ons, hè. Die waren vanuit het gebouw ons aan het volgen. We moeten ketsen! Yo mensen, welkom terug bij... Ah, ik heb de intro al gedaan, dat is waar. We staan hier nu op de tweede verdieping van het gebouw. Hij is dan niet aan het roepen op ons, Giel. Jullie gaan het werken. Ja, doe eens twerken voor de vlog. Ja. Jasper, mag ik u interviewen? Kom eens. Wat weet u over dit gebouw? Ik niks. Wat weet u over Maggie de Blok? Maggie de Blok? Een dikke move. Een dikke move. Blijf in de kot. Ik meen het. Ja, ik moet jullie wel één ding zeggen. Ja, hier is wel een kelder. Dat werd me hier net gevraagd. Er is een kelder. Maar elke verdieping in Fort La Chartreuse is natuurlijk hetzelfde. Dat is een beest. Een beest? Kom joh, doe dat beest weg jong. Elke verdieping in dit fort is hetzelfde. Allemaal graffiti. Eigenlijk, sommige graffiti is wel bom. Bijvoorbeeld dit. Zo mooi. Binnen een paar jaar hè, is dit sowieso volgroeid. Fort La Chartreuse gaat echt verdwijnen in de natuur. Die planten groeien bijna binnen. Check dit. We staan op de eerste verdieping. En worden nog steeds achtervolgd door twee Turken. Met de boys. Met de boys. Hamena. Hey, 0,16 mama. Dat is niet waar. Kijk. Dat is met een camera. Ja, dat kan wel. Dat is niet waar, joh. Zijn we hier ghost hunters? Oh ja, 0,16. Kijk, live. Zeker toch? Live op beeld. Wacht. Kijk joh, gewoon geest in dit gebouw. Go. Oh. Mooi joh. En dan blijven we op 0,16, dat kan niet. Kijk, Giel gaat daar weer communiceren. Nee. Oké, ik laat de camera aanstaan, maar Giel is daar aan het communiceren. Wacht. Dat kan toch niet? Blijf het volgen. Kom, ik ben hier weg, joh. Wat? Je weet wat die mannen doen. Ik ben hier, kom, we zijn weg.
Kom ja. Giel! Wie weet wat die mannen doen, ja? Oh, Giel is daar weer een bief zoeken Giel, of wat? Kom ja, die zitten stenen aan ons te gooien. Kom. Sorry jongens, maar we zijn even weg. Nee, we kunnen daar net naar boven. Oh, we zijn hier gewoon weg aan het lopen. Ja. En we moeten oppassen hier met die man, hè, want dat is hier Wallonië. Oké. Okay. Hoor die bezig, ja. Hoor die bezig, ja. Kijk wij, ja. Even weg aan het sjoefelen van die mannen. Ja, nee, maar ik vertrouw dat niet, hoor, met die mannen. Ik zie niks voor mij, maar... Ik deze niet voor. Wallonië, ja. Dat is waar, maar... Oh, ik zie niks voor mij, als. Die zijn weg. Die zijn weg, Jan. Ja, maar die gaan ons blijven volgen, hè. Die blijven dat licht zien, hè. Niet dat ik schrik heb, maar hé, maar zo twee mannen, direct hebben die, weet ik veel, Ganu bij of zo. Oké, we zijn hier in de kelder aangekomen en dit lijken echt allemaal van die gevangenislokalen. Ik ben hier eerder geweest en ik weet dat. Vol met graffiti en check deze gang. Kijk hoe ver dat doorloopt. Waar is deze ooit geweest? Kijk, de geestenmeter begint ook al te piepen. Hier. Nice. Yo boys, welkom terug. Oh ja. Hey. Hey. Giel. Zo'n knappe man. Zeker. We lopen hier nu in the middle of nowhere op zoek naar het volgende gebouw. Een jaar geleden was ik hier ook en hier stond geen ene boom. Ik zie echt niks voor mij, dat is zo eng. Maar, joh, maar nu staat het hier vol met bomen. Ik weet niet of... What the... Oh, ja. We vinden de andere... Heb je het gebouw? Vijvertje. Vijver. We zijn op zoek naar het volgende gebouw, maar we gaan het vinden. Maar we lopen hier echt in een doolhof. Dat is hier zo groot, dit domein. Maar we gaan het volgende gebouw vinden, mensen. Voor speciaal voor jullie. Sommige mensen zullen dit stukje herkennen. Ik heb hier mijn videoclip Lost opgenomen. Heb je die nog niet gezien? Link staat in de beschrijving. Wel geen heel goed liedje. Mijn volgende liedjes zijn veel beter. Maar ik kom hier nu een gevangenis binnen waar Leopold de Derde heeft gezeten. Pure bullshit waar ik aan het vertellen ben. Let's go! Er zijn nog wel wat deuren, hè? Oh, die... Het is wel mooi. Liefste geesten, laat u herkenbaar maken. Lindsay, hoe is het met u? Heel goed. Oké. Okay. Daar is een trap. Wow. Kom, we checken die trap. Dat is wel bon. Mooi, oh, check. Kom. Ja, dat gaat wel. Oké, okay, let's go. Let's do this, guys. Ja, zie je, zie je. Nee, laat me niet achter. Ja, kom, we gaan Lindsay achterlaten. Oh, wat een spannend moment in de historie. Een kelder. Ja, vol. Ik wil kelder doen. Die kelder is vol met water. Ik ben naar boven gekomen en... Dit is hier niet normaal. Dit is echt wel een vet stuk. Allemaal verschillende gangen. Je ziet het einde niet eens. En het lijkt echt alsof dit allemaal van die... gevangeniskamers zijn geweest of zo. Wat zou dat geweest zijn? Weet jij dat, Jasper? Nee, echt niet, jong. Dit was een fort, dus ik denk gewoon allemaal... Kan ook slaapkamers zijn van militairen of zo. Kijk, allemaal van die kamers zijn hier. In deze gang, in dit gebouw eigenlijk. We hebben hier ook een geestenmeter bij. En die is telkens... Kijk. Mijn camera ook, hoe ver ik die hou, die blijft gewoon gaan. Zit hier vol met geesten. Ik ben bang. Wat is uw probleem? Hè? Huh? Wat is uw probleem? Hè? Huh? Wat is... Ben ik live of wat? Fuck you. Is het live op Instagram? Fuckabro, broers. Ja, jong, dat is normaal, joh. Beneden is niks te zien. Oké. Okay. Hier zijn mannen, het duivel steken, mannen. Leg die geestenmeter daar eens langs. Fuck you. Okay. Madre en Madonna. Hé, maar zij toch stil, joh, voor mijn vlog. Kijk. Zeg het toch? Bro, dit is normaal, joh. Zeg het toch? Kent je de vijf uiteindes? Kijk, dat blijft gaan. Ja. Dat blijft gaan. Dat ding werkt. Sorry jongens dat dit een ander soort video is dan normaal. Normaal bij urbex locaties ben ik zo super serieus. Maar nu had ik een zin om hier naartoe te komen in de nacht met andere kameraden. En we lopen hier alleen maar te tieren. Maar ja, dit is Fort La Chartreuse. Hij heeft geen kameraden. Fuck. Oh, wacht. Dit is wel even... Ik ben niet aan mijn broek geweest. Een hand op Lindsay. Op eenmaal. Ik had net die geestenmeter vast. Ik zweer het, ik ben niet aan mijn broek geweest. Ik ben bezeten, ja. Kom. Ja, jij bent bezeten. Nee, maar serieus, hè, mannen. Hoort je iets? Nee, ja. Oké. Okay. Dit is natuurlijk de welbekende wietplantage van onze goede vriend Ronald Bismillet. Hier heeft hij al zijn wietplanten geplanteerd. We gaan er niet aankomen, want dit is een heiligdom voor hen. We gaan rustig doorwandelen. Oké, boys, ik heb dus een probleem. Mijn licht, oké, nu wel. Maar die geeft een rood ding.
Maar dat is sowieso geesten. Geesten nemen energie af. Geesten pakken energie af. Maar ik heb heel een rood lampje. Ja. Geesten nemen energie af. Mijn batterij van mijn camera is ook wel de helft. Voilà. Dat is teken dat ze dat afpakken dan. En dat is geen zeven. Ik zal dreigens iets van u afpakken. Dat ligt dan niet, hè? Je bent voor op appel een stukje te gaan roken en chillen. Wel, dat is het laatste stukje hier. Ik rook niet, wat zeg jij, jong? Nee, maar dat zeg ik niet. Maar allee, kom, we gaan hier even chillen, mannen. Kom, we gaan chillen. Hier, de wietplantage van Ronald Bismillet. Nee, mannen, even serieus, hè. Ik ga me hier opzetten. Kijk. Ik kom nergens aan, dat licht valt uit. Geen zever. Is dat plat? Nee, als die plat was helemaal opgeladen. Wauw, maar dit is ik zweer je geesten, kijk. Ja, fuck, hè. Minkje. Geen geesten, slaap u zien. Laat u merken. Mado. You know. Doet die pint weg. Wat staat voor content voor de video, zeg. Mannekes. Ik drink niet. Ik ben geen alcoholieker. Doe het nogmaal. Doe het niet onnozel en zet die pruik af. Ja, ik ga kakken, ja. Oeh, oké. Ik hoop dat jullie iets kunnen zien van de skyline. Huppa. Oh. Live the life you love and love the life you live. Een quote van ons moeke. Yo mensen, welkom terug bij deze nieuwe video. Allee, zeg iets. Yo, kom. Ja, allee, stop de vlog, shit. Yo. We hebben hier een muisje gespot, boys. Waar is die? Oh, hoe schattig. Kijk. Wow, ik heb nog nooit zo'n muis van dichtbij gezien. Ja, zo'n muis. Gewoon een muis. Oh, mijn dingen valt uit. Oh, shit. Kadikitakati. Kidikitakata. Oh, je moet oppassen, hier is een gat in de grot. Mijn licht valt weer uit. Check de graffiti, joh. Allemaal leuk en wel, maar we zijn Lindsay kwijt. Ja. Ik heb geen flauw idee waar die is. Lindsay! Shit, hè. Shit happens. Lindsay is hier niet. Ah, Lindsay is hier niet. Nee, Lindsay is daar niet. Je bent echt zo vaat gegaan, man. Dus, ik keek zo. Ik kijk zo. Sorry. Je bent daar langs geweest, hè? Je bent buiten. De lichtjes uit. Hé, maar van waar komen wij eigenlijk? Hé, van waar komen wij? Van hier beneden? Nee. Van waar komen wij? Zeg het toch, ik heb hier mijn gang gepakt. Ik weet niet wat dat... Maar hier zo... Ah ja, daar is die hoofdtrap. En wat is dat? Zijn we daar geweest? Nee, hè? Giel, wil je iets zeggen? Ik heb aandijen. Ik ook. Ik weet niet waarom. Maar ik ga zelfs mijn anus wassen. Jij ook? Ik denk dat ik gewoon bad ga. Oh, mijn lamp valt uit. Let's go. Oké. Okay. Ojo. Oké, okay, we hebben de uitgang. Zeg maar, ze vloggen. Ik zie niks. Nee, het aan mij. Oké, okay, we hebben de uitgang. Oké, we hebben de uitgang gevonden. Ja, mijn batterij van mijn ding. Oh, ik weet niet waar ik wandel. Hey, joh, wat is dat hier? Dat is een geest, hè. Ja, oké, okay, we hebben de uitgang gevonden. We gaan nu terug naar de auto. Let's go. Sorry voor het donkere beeld. We staan nu helemaal aan de andere kant. We moeten heel dit domein terug door. Ze hebben daar twee fietsen gevonden. Ik weet niet van wie die zijn. Misschien dealers hier in de buurt. Ik hoor iets. We gaan helemaal naar de andere kant terug. Tu peux le vite? Tu peux le vite? Je ne veux pas de le vite. Qu'est-ce que tu veux, sir? C'est pour quoi? C'est pour la prendre à montre à la maison, pour la prendre à l'avenir. Qu'est-ce que tu veux? Pour la maison, pour la dreaming. Hé, hey, tu peux le vite. Hé, hey, je n'ai pas la caméra, hé. Hey. Je n'ai pas de drugs, ok? Moi aussi, hè. C'est pas très bien, mingi, hè. Oeps, goedemorgen. Het is de volgende dag. Ik ben de vlog vergeten af te sluiten. Bedankt allemaal om te kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden in Fort La Chartreuse. Ik heb mij gisteren rot geamuseerd. Het was echt een nice avond met iedereen daar. En al die andere mensen die daar ook waren. En die ene, die twee personen die achter ons aanliepen de hele tijd. Echt gedurende 10 minuten lang of zo. Maar het was natuurlijk wel een geslaagde avond. Het was vies boom. Laat weten in de reacties wat je ervan vond. Volg mij op Instagram. Komt in de beschrijving. En ik check jullie bij een volgende video. Ciao, ciao! Dat komt erin.